Overal 9, joh. Ja, normaal zou ik op dinsdag pas rond half 12 wakker zijn, omdat ik elke dag dinsdag vrij ben. Maar vandaag, ja, word ik even vroeg wakker met een reden. Ja, want vandaag ben ik aanwezig bij de Effe Ekdom Barbecue. Met live muziek, gezelligheid en natuurlijk veel vlees. En ja, over pak een beetje 20 minuten vertrek ik. En ja, ik heb net op de buienruil gekeken. En het is goed. Het is gunstig. Laten we daarop houden. Dus ik kan op de fiets en het nog droog houden. En ik denk dat we het in Hilversum ook droog gaan houden. Want gezien de buienradar, laten we dat even zien. Ja. Dan zit deze scherm dat niet aan. Nou goed, kijk, zie. En dit zouden dan, ja, dat zou wel nog goed in het eten kunnen gooien, maar het zijn maar kleine buitjes, dus ik ben tevreden. Nou, zo dadelijk dus vertrekken. We zijn dus aangekomen op het Mediapark. Daar zijn we de VPRO NTR aan de varen. Daar zijn we langs zo'n moeilijk. Mooi plan. Daar is GPRO NTR Vara. En waar ik nu op zoek ben is de Petrobus. Op 3FM gevestigd. En waar ook de F-Ekdom Barbecue wordt gehouden. Nou, verder zoek ik dus. Nou, en hier vinden dus plaats de komende uren. Die dampende, stampende F-Ekdom Barbecue. Best wel diep, hè? Nou, duidelijk. Voorgang. Gewoon een barbecueburg. Oh, lekker een tentje. Zometeen de tweede enige echte effect om barbecue. We gaan van god los. Wat gezellig weer. NOS op 3 de headlines met Bing Buig. Goedemiddag. Station Roosendaal ontruimt. NOS op 3. Het treinstation van Roosendaal is ontruimd vanwege een lekkende tankwagon van een goederentrein. Een verslaggever van Omroep. Samba de Janeiro, je hebt de vingers gewoon af met heel veel barbecueplaten vandaag. En daar wordt de nieuwe Ed Sheeran. Hij heeft een nieuwe tatoeage trouwens. Heel heftig, hij heeft hem laatst op Twitter gezet. Hij heeft een nieuwe tatoeage van een geit. En we vragen ons af, is het een kleine geit of is het daar? Maar in ieder geval, maakt niet uit of het een geit of niet. Er is één iemand die altijd alles kan gillen. En dat is Harm Jan de Barbecue Man! Hey, nee. Goedemiddag, Gerard. Ja, ik vind eigenlijk wel dat er een klein applaus voor me komt. Helemaal nergens over. Harm Jan, van harte nog, dat is gisteren jaar. Ja, dat was met jou, dankjewel. Ja, in de barbecue heb ik aan. Ja, ik ga inderdaad.
Zeg maar even, jij hebt jouw vlees getoond aan een heleboel uitzinnige vrouwen. Want je had iets met een wat was het, libellenfeest? Was het nou? Ja, we hebben de zomerweek voor libellen gedaan. We hebben 55.000 vrouwen voorzien van een warm stukje vlees. Oh man. Hey, en aan het nieuws van Zorg, ben je even met onze start? Ja, 9 juli de eerste uitzending. En we zijn nog steeds bezig met de opname. Dus zegt hij, je kan je nog aanmelden trouwens. Oh, mensen die een stoere daad hebben verricht, een helder daad. Nou, dat zeg je helaas niet. Maar... Nou ja, Hey, tof dat je er weer bent. Je hebt een vaste prik tijdens de barbecue. Ik stel voor dat we volgend jaar eerst een weerman bellen voordat we de datum bekendmaken. Ja, dat is een goed idee. Ja. Maar je hebt, ik moet het even proberen te omschrijven. Mensen die de webcam kunnen zien. Je moet je voorstellen een drumstel, maar in plaats van dan daadwerkelijk potten en pannen, zijn het barbecues. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een barbecue tussen. Het is eigenlijk een reeks van barbecues, kleine keteltjes. En ja, ik ben drummer van huis uit. En ik zat een keer te drummen op de deksels. Ik dacht, nou, dat is een keer leuk om daar iets mee te doen. Ik dacht, nou weet je, in plaats van het onder water barbecue wat ik ooit een keer gedaan heb, dan ga ik een keer lekker een drumstel uitbouwen. Dus het is een barbecue drums geworden. Onder water barbecue, maar de deksels op en toe, ik ben verslagen. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, ik bedoel, drumsticks heeft een hele andere lading gekregen. Ja, inderdaad, ja. Heb ik nog echt een drumstok. Dat staat op als een tang op een vark. En die maak je trouwens ook klaar. Maar wat ligt er trouwens op? Want ik zie een enorme lossing van. Want je kunt natuurlijk achter de pot en pannen gaan slaan. Maar oh, jongens, wat hebben we hier? Just get in the car. Voor de fluiten naar je prijzen. Dat is een waanzinnig onderdeel van dit programma dat we vorig jaar spontaan in de wereld hebben geroepen. En dat betekent dat je een vers klaargemaakte hamburger, die we trouwens een beetje hebben laten afkoelen, want anders krijg je dat weer, weet je wel. Rekenen we de bek niet open. Dat je die naar binnen werkt en dan zo snel mogelijk een barbecue plaat fluiten. De lambada vandaag. Michael, ja. Hoe is het? Goed. Heb je er zin in? Ah, een beetje. Ben je er klaar voor? Nee. Oké, okay, hoi. Hi. Klaar voor? Nee, ik heb niet goed. En dan hebben we nog Klaas, Roos, Manon, Tenet en Koen. Ja, dat klopt. Even kijken met de dames dan, want het is voor de heren iets heel anders dan de dames. Vorig jaar deden we het heel vreemd voor die nemen met een worstje. Daar hebben we heel veel contact over gegeven. Een hamburger is wat netter, denk ik, hè? Ja, hij is wel heel glad, maar... Precies. Maar de bedoeling is zo, volgt. Ik geef een soort startschot. Dan ga je lekker op een hele smakelijke manier die hamburger naar binnen werken. En degene die het eerst voor elkaar willen krijgen een liedje te fluiten. Die liefst een lambada, dat zou heel fijn zijn. Die krijgt een prijspakket. Top. Ja, zijn we er klaar voor? Nou, oké. Okay. Mag de muziek uit, dames en heren. Even die spanning, hè. 3, 2, 1, gaan! Och, jongens. Het is echt... Het gaat naar binnen allemaal. Ik zie trillende handjes. Kan ook voor de kou zijn. Hamburger zit er bij de mannen al in. Bij de dames, die hebben wat... Nee! Nee! Even kijken, want ik heb het opgeschreven. Jij bent Roy. Klaas. Klaas. Klaas, wat laat je hem? Wauw. Ja, jezus. Hij zit in mijn linkerbeen. Ja, ook de lambada gewoon. Ja, gelijk. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat is in ieder geval niet tegen in te eten, toch? Het schiet gewoon niet op, nee. Zo. Oh, je hebt nog één hap genomen. Ja. Oh. Ja, ik heb wel een beetje pas. Als iemand de redding zegt, jongens, de redding is er. Wat heb je nou niet denken? Alles voor die prijs. Van harte gefeliciteerd. Ik heb het fantastische hand van de top prijspakket. Hij vleed er lekker in. Nou, zullen we dan nog maar een barbecue plaat doen? Ja, ik kan het niet al doen. Ik heb het van barbecue. Ik ga het ook niet Ja, dat maakt niet uit. Ik ga niet op mijn ook. Ik ben echt voor het hier. Maar
gelukkig de coronatan binnen. En ja, dat zijn de gasten die alles kunnen spelen. Ik dacht dat ze 8000 liedjes in een bestand bestaan, maar het bleken er gelukkig maar 3000 te zijn. Of 4000 was het, hè? Nee, 5000! Ja, wat is het nou? 5000 liedjes, oké. Okay. Nou, de vorige uur ging fantastisch. Move Like Jagger was waanzinnig. Dat was niet ingestudeerd. Tenminste, ja, hoorde wel, maar jullie wisten niet van tevoren wat er gespeeld ging worden. Nee, dat is de bedoeling, toch? Ja, dat is de bedoeling, ja, precies. Maar, deze, oh, misschien, ja, kijk, als ik hier blijf staan, dan ben ik gewoon door. Als ik nu zeg dat jullie een barbecueplaat moeten gaan spelen, dan gaat het je wel lukken, denk ik. Ja, dan gaan we gewoon proberen. Als ik nou zeg, Demasiado Corazón. Ja, leuk. En kennen jullie die of niet? Ja, gaan we doen. Ja? Ja. Oké. Okay. Zijn jullie allemaal klaar voor hier ook? Ja. De corona's en... Hun versie. Make the feel. Demasiado Corazón. Claudia, jij zoekt een plaat. Ja, zeker. Wat zoek je? Dan moet ik zeker gaan neurien. Nou ja, omschrijven moet je. Ja, neurien vind ik het leuk. Zingen nog veel leuker. Maar als je me een beetje vaker omschrijft, probeer je weer te helpen. Hij begint heel down. Met een rond geroffeld. Ja, een enorme hoge toon. Een soort synthesizer-actie. Ah. En ja, het enige wat weet dat heel oud, van mijn vader draaien bijvoorbeeld op de radio. Oh, dat is heel oud. Ja. Weet je iets van flarden tekst? Dat zou heel fijn zijn. Flarden tekst. Het enige, ik heb het als kind zijnde opgenomen in iets met Children Fall of zo. Children Fall. Drums. Ja. Synthesizer. Synthesizer-achtig. Hmm. Luister even mee of jij toevallig dit bedoelt. Ja, dat is het. Hey! Nou, ja hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, luister even. Nu komt dus de allesomvattende synthesizer. Loop deze. Je had me een mailtje gestuurd en je zei, ja, ik weet nog iets van geroffel en belong to me, my body, to the sea. Ja, het lijkt er een beetje op, ergens in het midden zie je dat. De plaat die je zoekt is van OMD, The Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja, hoe? En dit was een nummer 1 in de jaren 80, Made of Orleans, Joan of Arc. Super. Hey, Claudia. Ik ga hem niet draaien. Blijf rustig. Gewoon rustig blijven.